Goedenavond. Onlangs kwamen vele grote namen uit het heden en verleden naar Huis ter Duin in Noordwijk voor het jaarlijkse feest van Lucky Ajax. Naast Hein Stuy ook Frank de Boer en Goedeld Hans Boskamp, de speler die later namaakte als acteur. En de doelpuntenmachine uit de jaren 70, Ruud Gils, met Theo van Duivenbode, de nieuwe voorzitter van Lucky Ajax. Van Duivenbode maakte in de tweede helft van de jaren 60 deel uit van het Ajax dat onder leiding van Rinus Michels op weg was naar de wereldtop. Hij speelde alle legendarische duels tot en met de mistwedstrijd tegen Liverpool. Van Duivenbode wil net als zijn voorgangers het roemrijke verleden van de club eren via Lucky Ajax. Ik denk dat het voor elke organisatie van een club, of het nou betaald of amateurvoetbal is, dat je met de mensen die voor je gespeeld hebben, die eigenlijk gezorgd hebben dat de club een internationale naam gekregen heeft, om daar een heel goede binding mee op te bouwen en te houden. Na de verloren Europacupfinale tegen Milan in 1969 zat zijn tijd er bij Ajax op. Hij ging naar Feyenoord, waar hij ook zeer succesvol was. En ik denk dat er heel veel Ajaxiden zijn geweest die dachten dat ik een Feyenoorder was. Maar persoonlijk denk ik, ik ben een ras echte Amsterdammer met een Rotterdamse vader. Maar ik denk dat ik heb 6 jaar bij Ajax gespeeld, toch veel successen gehad. Eigenlijk de revival van Ajax, 3 keer kampioen van Nederland, finale Europacup, dat ik een echte Ajax voetballer ben geweest. Nu is Van Duivenbode ook een echte voorzitter van Lucky Ajax. Hij neemt de voorzittershamer over van Theo de Groot. De oudspeler uit de jaren 50 die nog met Hans Boskamp en Rinus Michels voetbalde en op jacht ging naar doelpunten. Ja, ik heb het 15 jaar gedaan. Ik ben, ik ben nu 78. En ik zou weer voor 3 jaar gekozen worden. Nou, dan ben ik 81. En dan denk ik, nee, ik vind 15 jaar al lang. En de leeftijd speelt ook een rol. Dus laat nou de jongere garde het maar overnemen. En het is een fantastische kandidaat. We hadden een Theo, groot, 15 jaar goed gedaan. En ja, een beetje verjonging. Maar hij zelf, prima, vond hij dat. En, dus ja, dan moet Theo het een jaar of 15 doen. Daarna was het tijd voor het feest. Met zang, dans en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Tot slot was het tijd voor een dankwoord van erelid meneer Schoevaart. Voor ons oudjes ook is het heel erg leuk, want we zien alle jongens, alle spelers weer terug. Het is eigenlijk een geweldige reunie. Eén ding werd opnieuw bewezen op deze avond. Lucky Ajax blijft zwingen.